De politie heeft gisteren, na een tip te hebben gehad, een vaartuig met aan boord meer dan 552 kilogram cocaïne onderschept en in beslag genomen. De boot is aangetroffen bij een aanmeerstijger te Livorno. De kapitein verklaarde dat hij daar lag aangemeerd vanwege een defecte motor van het vaartuig. Met behulp van speurhonden is het de narcotica brigade gelukt de drugs te vinden. De 49-jarige kapitein en de andere bemanningsleden zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Ook de kapitein van een andere boot die het pleziervaartuig heeft voortgeduwd is opgesloten.